U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolken over Nederland, er zijn ook opklaringen en uit de wolken vallen enkele buien vandaag, en dat betekent dat we een tamelijk wisselvallige dag hebben. Wolkenvelden zullen in de ochtend ook op veel plaatsen wel overheersen, dan is het een graad of 13. Vanmiddag lopen de temperaturen op naar 14 tot maximaal 18 graden in het zuidoosten van het land en dan zien we wat vaker de zon tussendoor en zien we de buien ook steeds vaker in het midden en oosten van het land. De wind waait uit de westelijke richting, is matig tot vrij krachtig, 4 tot 5 boven. Vanavond neemt de wind iets af, breiden de opklaringen zich langzaam uit en verdwijnen de meeste buien uit het weerbeeld. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 13 graden. Morgen ook weer een wisselende dag met de meeste neerslag in het noorden en westen van het land. In het binnenland en in het zuidoosten blijft het lange tijd wel droog, met wat zonneschijn tussendoor, dan wordt het 14 tot 17 graden. Zaterdag zien we dan vooral in de ochtend buien, maar in de middag wordt het op de meeste plaatsen droog met meer zon. Zondag is het juist in de ochtend droog met zonneschijn en neemt in de loop van de dag de kans op een bui van het westen uit weer toe. Zondag kan het wel 20 graden worden en dat is dan ook de enige warme dag voorlopig. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.